Toen we zo aan het zingen waren en ik de dingen nog even doorlas, toen moest ik denken aan, als inleiding op de schriftlezing, aan het levensmotto van een van de bekendste en grootste mensen die zich bezig gehouden hebben de laatste jaren met de verhouding tussen Israël en de kerk. En zijn motto was een uitspraak voor Johannes de Doper. Moet je je voorstellen dat Johannes de Doper daar bij Bethanië aan de overzijde van de Jordaan aan het dopen is. En tussen al die mensen die gekomen zijn uit Jeruzalem en overal vandaan staat ineens Jezus. En Jezus daalt af in het water. En zoals het Grieks het zegt, hij dompelt zichzelf onder. Terwijl Johannes erbij staat en een duif verschijnt uit de hemel. En later vertelt Johannes daarover en die zegt, ik kende hem niet. En dat is het motto van die man waar ik het net over had. Ik kende hem niet. En dat is op zichzelf heel, heel bijzonder, want het zijn neefjes van elkaar. Het is een zoon van nicht Elisabeth of tante Elisabeth, een paar maanden ouder dan de Heer Jezus. Ze zullen toch elkaar toch wel eens gezien hebben op bezoek of zo, op familiebezoek. Vanuit Nazareth naar dat dorpje in de bergen van Judea. En toch zegt Johannes de Doper, ik kende hem niet. En misschien is dat wel het motto van de prediking van vanmorgen. En ik hoop dat als die prediking voorbij is, en dat is natuurlijk niet, want ik ken u niet persoonlijk, maar dat u in ieder geval zegt, ik ga naar huis met een veel groter beeld en een veel rijker beeld van wie Jezus is. En misschien zeg ik zeg het heel voorzichtig, maar ik moet het zelf wel zeggen, zeg ik terwijl ik naar huis loop, zo kende ik hem niet. Twee lezingen. Allereerst Lucas 24 over die twee discipelen die na Pasen naar huis lopen. En diep teleurgesteld zijn. Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren verstrakt, bevangen, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dat voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En ze bleven met somber gelaat staan. En een dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tegen hem, bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er de afgelopen dagen gebeurd is? En hij zei tegen hem, wat dan? En ze zeiden tegen hem, wat gebeurd is met Jezus de Nazarener? Een man die een profeet was, die machtig was in werk en woord van God. En voor het ganse volk en hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En enige van de onze zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gevonden. En hij zei tegen hen, o gij onverstandige en trage van hart. Dat gij niet geloofdet alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias, moest de Christus niet lijden, dit niet lijden om in zijn glorie, om in zijn majesteit binnen te gaan? En hij begon bij Mozes, bij de profeten en bij de geschriften, de hele Tenach. Mozes, de geschriften, of de profeten en de geschriften. En hij legde hen uit alles wat op hem betrekking had. Lucas gaat verder natuurlijk en schrijft ook nog een ander boek. Dat is het boek Handelingen. Over hoe het evangelie uiteindelijk Rome bereikt, het hart van het Romeinse Rijk. En het begint zo. Mijn eerste boek heb ik gemaakt door God geliefde Theophilus. Over alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven.
aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk van God betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op het verbond, of zoals het hier goed vertaald staat, op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bij elkaar gekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zei tegen hen: het is niet uw zaak om de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Een beetje water nemen. Het was gisteren zo'n mooie dag. De hele dag een beetje in de tuin gechilled. Een vuurtje gebrand met oude takken. Dat heeft mijn vrouw ongeveer 3 uur adrenaline gekost totdat het uit was. En vandaag weer een prachtige dag. Maar stel je voor dat je morgen wakker wordt om 7 uur. En het is donker buiten. Het is koud. En denk bij jezelf, wat is er aan de hand? En je doet de radio aan of je kijkt op je cellphone. Breaking news. De zon is weg. Dat is onvoorstelbaar. Dat kan ook helemaal niet. Stel je voor dat de zon weg is of dat de maan niet meer verschijnt. Een ster die kan nog vallen, maar de zon kan toch niet vallen? Dat de zon ineens met een weergeloze snelheid zich van ons verwijdert, van de aarde verwijdert en verdwijnt in het universum. God zegt, dat is onmogelijk. In Jeremia 31. En zo onmogelijk is het dat het nageslacht van mijn volk Israël zou ophouden om mijn volk te zijn. En dan zegt God in Jeremia gelijk nog een ander beeld. Hij zegt: zou iemand de diepte van de aarde kunnen meten? Of zou iemand de hoogte van de hemel, hè, hemel is in het Hebreeuws Sham, daar, het meervoud van daar. Zou iemand dat kunnen meten? Nou, zouden we tegenwoordig wel kunnen zeggen: ja, we kunnen de diepte van de aarde wel meten, want we hebben allerlei apparatuur, dan kunnen we wel meten hoe groot de omvang van de aarde, kunnen we berekenen hoe diep dat is. Maar nog minder dan de mensen dachten in die tijd, kunnen we het universum meten. We horen over melkwegstelsels die eeuwen ver weg staan. Zou iemand het heelal kunnen meten? Nou, zegt God: zoals jullie het heelal niet kunnen meten, zo is het onmogelijk dat ik mijn volk Israël zal verwerpen om wat ze gedaan hebben. Ik zeg wel eens tegen mensen, misschien dat u dat dacht, ja, af en toe moet je eens iemand over Israël laten praten, dat is toch ook wel weer goed. Ik zeg wel eens tegen mensen, Israël is geen blinde darm. En sommige mensen van u hebben een blinde darm, of de meeste misschien wel. Ik heb er ook één. Volgens mij zit hij hier ergens rechtsonder. Ik merk er nooit wat van. Ik heb een paar kinderen. Ik heb er zelfs één meegenomen, die heeft geen blinde darm meer. En je kunt niet zeggen dat hij gebogen door het leven heen gaat. En wat maakt het uit? Je kunt over Jezus zingen en tegen Jezus bidden zonder Israël. Net als een blinde darm. Sommige mensen doen het hem wel, halen Israël er wel bij, andere mensen niet. Maar wat maakt het uit? Maar voor God is Israël geen blinde darm, maar zijn oogappel. En de ogen van God zijn niet veranderd. Als God dat zegt in Jeremia, wat betekent het dan? Dat betekent dat Israël nog steeds het volk van God is en dat niet stopt. En dat betekent ook dat Gods belofte voor Israël, dat die door de eeuwen heen niet weggesleten zijn.
Als God iets belooft, dan staat dat. Voor God is 1000 jaar als 1 dag en omgekeerd. En als hij iets belooft, dan wordt dat door de eeuwen heen niet langzamerhand minder waard of zo. Als God in Genesis 12 tegen Abraham zegt, wie jou vloekt, zal ik vervloeken. Maar wie jou zegent, zal ik zegenen. Dan was de geldigheid van die belofte in de tijd van Abraham net zo sterk als dat hij vandaag de dag is. En als God in de profeten zegt dat hij Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde en dat hij daar terug zal keren en dat hij alle volkeren die hun vinger ook maar hebben uitgestoken tegen de oogappel van God, dat hij die zou richten, dat die daar niet mee weg zullen komen, dan is dat niet een leuke uitspraak in de tijd van Jesaja of Jeremia of Ezechiël, dan is dat nog steeds zo. Gods beloften zijn eeuwig. En daar worstelen de emmersgangers mee. U kent het verhaal, we hebben het net al gelezen natuurlijk. 2 discipelen die onderweg zijn van Jeruzalem naar huis, een heel eind lopen. En ze praten die hele weg met elkaar over de dingen die gebeurd zijn. En ze zijn teleurgesteld. Ze kunnen er niet over uit, maar ze hebben ook wat meegemaakt. Het zijn volgelingen van de Heer Jezus, dus ze hebben zijn intocht in Jeruzalem meegemaakt. Een tijdgenoot van de discipelen Flavius Josephus vertelt dat er tijdens zo'n feest 2,5 miljoen mensen in de stad zijn. En hij vertelt het aan de Romeinen die in dat land zijn om uit te leggen wat er allemaal gebeurt. Hij zegt, er werden 256.000 lammeren geslacht. En Johannes vertelt dat de grote menigte van de feestgangers Jezus tegemoet gaat. De grote menigte in het Kidrondal. Dat hele Kidrondal liep vol. En ze begonnen met palmtakken te zwaaien. Op het moment dat tijdens het loofhuttenfeest, het was bij Pasen, maar ze dachten nee, het is loofhuttenfeest. Het is het feest van de voleinding. Ze lopen met palmtakken te zwaaien. En ze scanderen Psalm 118. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. 100.000 mensen. En er liepen die emmersgangers tussen. En ze dachten bij zichzelf, natuurlijk dachten ze bij zichzelf, en nou gaat het beginnen. Ze zijn ontsteld omdat het toen stopte, dachten ze. De Jezus die had zelf die ezel laten komen, er was niemand die dat gedaan had, had hij zelf laten komen. De Jezus had zelf dat de profetie van Zacharia 9 helemaal open gedaan. Zie, uw koning komt tot u, nederig, rijdende op een ezel. Zachtmoedig en nederig rijden op een ezel. Dat had hij zelf die ezel laten komen. En dan stapt hij af en gaat hij Jeruzalem binnen. Waarom? En ze zijn ontsteld dat de overpriesters, dat ze hem overgeleverd hebben aan de Romeinen. En dat ze hem hebben laten doden en kruisigen en doden. En ze zijn ontsteld dat er vrouwen bij het graf geweest zijn. En die hebben engelen gezien, zeggen ze. En het graf was leeg en de steen was weg. En ze hebben lopen zoeken naar zijn lichaam. En het lichaam is nergens te vinden. En ze weten niet wat ze ervan moeten denken, die emmersgangers. En zo, maar ja, dat merk je, ze hebben de handdoek wel in de ring gegooid. Anders waren ze niet naar huis gegaan. En zijn we weer naar huis. En ondertussen praten ze erover. En dan komt de Heer Jezus bij ze. En ze herkennen hem niet, want hun ogen staan verstrakt. En dan zeggen we, snappen u het dan niet? Hebben we het dan niet meegekregen? Dat is een groot man, een groot profeet zoals Mozes beloofd had. Groot in woord en werk voor de Heere. En we dachten nog wel dat hij het was. Dat hij de Messias was. Dat hij het was die Israël verlossen zou. En op dat moment blijven ze met een somber gelaat staan. En dan zegt Jezus tegen ze, o gij onverstandige en trage van hart. Dat jullie niet alles geloven wat de profeten gezegd hebben. Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En het begon bij Mozes en de profeten en de geschriften, zeg maar. De psalmen en Job en zo, een hooglied. En begon uit te leggen alles wat op hem betrekking had. Ze hebben één ding gemist en niet begrepen. Ze hebben niet begrepen dat hij moest lijden. Je zou kunnen zeggen, daar zijn de discipelen, ze zijn niet de enige, daar zijn ze hem kwijtgeraakt. Eerder al.
In Lucas 18 kunnen we lezen dat Jezus zijn discipelen vertelt wat er met hem gaat gebeuren. Hij zegt: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en gegeeseld worden en ze zullen hem doden. Alles wat door de profeten gesproken is, zullen ze aan de Zoon des Mensen voltrekken. En dan staat er en ze begrepen niets van die woorden. Het bleef donker voor ze hen. Ze snapten er helemaal niks van. Ze wisten niet waar hij het over had. Ik weet niet waarom. Ik denk dus bij mezelf, zouden ze dan met de verkeerde bril op, zeg maar, de Bijbel gelezen hebben? Want dat staat toch allemaal in de Bijbel? Ja, dat weten we toch. Jesaja 53, als een lam wordt hij ter slachting geleid. Dat gaat toch over de Messias? Op Psalm 22, die psalm die roept Jezus uit aan zijn kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Mij dorst. Ze verdelen mijn klederen onder elkaar. Ze werpen het lot over mijn gewaad. Dat staat in die psalm en dat gebeurde. Psalm 69. Ik ben een vreemde geworden voor de zonen van mijn moeder. En een vreemde geworden voor mijn broeders. En een onbekende voor de zonen van mijn moeder. En de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Psalm 41. Zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Dat is avondmaal, dat is Judas, die mijn brood at, mijn vriend. Snap je dat dan niet? Wij hebben het wel begrepen. Hè? Wij weten het allemaal wel en we zingen er een heleboel over. Wij hebben het begrepen wat zij niet begrepen. En dat is ook goed. Want zonder dat kan het niet waar we het altijd over hebben. Hoe kan de koning van Israël nu in zijn heerlijkheid komen, in zijn koninkrijk komen, als hij niet eerst met zijn bloed en met zijn offer de zonde van Israël en de zonde van de wereld verzoent, als die zonden blijven staan? Hoe kan Israël deel hebben aan het leven van de toekomende eeuw als Israël niet gereinigd is door het bloed van het lam? En wat zeggen de profeten ook? God zegt in de profeten: het is niet zo dat ik niet kan luisteren. Het is niet zo dat ik te slap ben, dat mijn arm niet krachtig genoeg is om jullie te verlossen. Maar het zijn jullie zonden die scheiding maken tussen mij en tussen jullie. En het zijn jullie zonden die mijn aangezicht voor jullie verborgen doen zijn. Dat is een blokkade. Dat is een blokkade die blokkeert de voortgang van alles wat God beloofd heeft. Van alles wat hij van plan is. Die hindert de heilsgeschiedenis. En die blokkade moet weg. De zonde is een geweldige macht en de Satan weet het ook en daar dweept hij mee, hè? Met de zonde. Die heeft hij altijd bij zich. Hij heeft altijd ons archief bij zich en dat laat hij God zien. Hij zegt het zelfs tegen de Heer Jezus. Hij zegt tegen de Heer Jezus: mij is gegeven alle macht over alle koninkrijken van de aarde. Kniel nou voor mij, dan draag ik die macht die ik heb aan jou over. Alleen als je mijn dienaar wil zijn. Ik heb macht om uit te delen, de koninkrijken uit te delen aan wie ik wil, zegt hij tegen Jezus. En dan zegt de Heer Jezus: niet als onzin, dat poch je maar. Nee, dat is zo, dat is de realiteit. En waarom de duivel dat kan zeggen, is omdat de zonde er is. En de duivel gebruikt die zonde als een wig tussen God en de wereld. En zonde betekent dood, toch? Paulus schrijft dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En zo is de dood als koning gaan heersen. De dood is als koning gaan heersen. Jezus kan ook als koning komen, zoals de Emmersgangers wilden. Maar wat heb je eraan als iedereen gewoon nog doodgaat of ongewoon nog doodgaat? Paulus schrijft: in de prikkel van de dood is de zonde. Door de zonde is de dood springlevend. De koning moet eerst slaaf worden. De leeuw moet eerst lam worden. Ja, dat moet niet, maar zo leidt God dat in zijn liefde. De macht van de zonde moet gebroken worden. En dat is wat de Heer Jezus doet. Hij stapt van zijn ezel af, hij gaat Jeruzalem binnen. En hij zegt: de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Nu komt de glorie van de Zoon en de glorie van uw Vader. Vader, verheerlijk uw naam. En dan spreekt hij zo met zijn Vader in de hemel. En de mensen horen dat niet, maar die horen alleen maar een geluid uit de hemel. En die zeggen: wat was dat? Was dat een donderslag bij heldere hemel?
En dan zegt de Heer Jezus, nee, nu gaat er een oordeel door de wereld. De overste van de wereld wordt buiten geworpen. De overste van de wereld wordt uit de hemel geworpen. Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. En dat gebeurt als ik verhoogd word. Hij draagt als het lam dat God geeft de zonde van Israël, de zonde van de wereld weg. En hij ontwapent de machten van de duisternis. Openbaring die vertelt in dit verband, en ik geloof dat het daarop slaat, dat er zelfs een oorlog in de hemel is. Een oorlog tussen Michael, de engel van Israël, en al zijn engelen, en de engelen van de duisternis, en de draken. Op het moment, op een gegeven moment, dan worden die engelen van de duisternis, die demonen, en ze nemen dus een deel van de sterren mee, worden uit de hemel geworpen. Ze hebben geen kracht meer om in de hemel overeind te blijven. Ze verliezen. En ik geloof dat dat het moment is waarop de Zoon op aarde zegt, het is volbracht. Op dat moment zakt de duivel door de bodem van de hemel heen en valt naar beneden. En Jesaja zegt, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal het voornemen van de Heere voortgang hebben. En Paulus zal zeggen, zoals de zonde en de dood door één mens, door één Adam in de wereld gekomen is, is door die ene mens, Jezus Christus, door zijn volkomen leven en offer, door zijn liefde voor God, is de rechtvaardiging dat we weer in de goede positie gesteld worden in de wereld gekomen. De rechtvaardiging van zondaren. En wij die gave van gerechtigheid, van het weer in de oorspronkelijke positie teruggezet worden, weer gereset worden, wij die gave van de Zoon ontvangen hebben, wij zullen met hem als koningen straks heersen. Dat gebeurt dus allemaal. En dat moet ook. En dat hebben de Emmausgangers tot nu toe niet gepakt. Maar een beetje voor de Emmausgangers, ik moet u zeggen dat dat ook allemaal niet het belangrijkste is hoor. Wat ik daarnet zei. Daar draait het wel om. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om iets heel anders. Snap u wel? Het gaat om de heerlijkheid. Het gaat om dat grote. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat als Maria, de moeder van de Heer Jezus, in verwachting is, dat ze een prachtig lied gaat zingen en dat ze in dat lied met geen enkel woord over het lijden en sterven van haar zoon spreekt? Ze zegt, rijken zullen leeg worden weggestuurd en machtigen zullen van hun troon getrokken worden. Hij heeft gedacht aan zijn belofte aan Abraham. Hebt u er eens bij stilgestaan dat oom Zacharias, als hij gaat zingen, dat hij met geen woord spreekt over het lijden en sterven van de Messias. Even terloops noemt hij de vergeving van zonden, maar voor de rest jubelt hij en zingt hij over de overwinning op de vijanden van Israël. Daar zingt hij over. Zelfs de oude Simeon en Hanna hebben het daar niet over. Ja, de oude Simeon die zegt tegen Maria dat er een zwaard door haar ziel zal gaan. Dan zou je zeggen, ja, dat is bij het kruis. Maar dat is de vraag. Want hij zegt, hij is gesteld tot een val en een opstanding voor velen in Israël. En sommige mensen zullen zeggen, hij is het. En sommige mensen zeggen, hoe kom je erbij? Hij is het niet. En zullen zich aan hem irriteren. En dan zegt Simeon, en ook bij jou, Maria, zal een zwaard door je ziel gaan. Er zullen momenten komen dat je het weet dat hij het is. Maar er zullen ook momenten komen dat je twijfelt. We hebben het helemaal niet over het lijden en sterven voor de zonde en zoiets. Dan hebben wij vaak gezegd, ja, dat weet ik ook wel. Maar ze begrepen het nog niet zo goed. Ze waren nog niet zo ver als wij. Ze zaten nog met hun voeten in het Oude Testament. Ze dachten nog werkelijk dat als de Messias zou komen, dat er een soort nationale, fysieke bevrijding zou komen van de Romeinen of iets dergelijks. Daar moesten ze wel loskomen van het Oude Testament. Daarom zongen ze dat natuurlijk. Ja, maar de engelen hadden het er ook niet over. En die wisten natuurlijk wel beter. De engelen in de kerstnacht, die zeggen alleen maar, ik verkondig een grote blijdschap die heel het volk zal hebben. Dus het hele volk, tot het hele volk zal komen, hoor, is het ook alweer. Ten deel zal vallen, ja.
En zelfs Gabriel, de aartsengel, die heeft het niet over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Die zegt, deze zal groot zijn, hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over Israël tot in eeuwigheid. En trouwens die oom Zacharias, waarom zong die over de bevrijding van al Israëls vijanden? Waarom zong die dat? Omdat hij vol van de Heilige Geest was, staat erbij. Hij was vol van de Heilige Geest en toen begon hij te zingen. Ik zeg niet dat Jezus niet moest sterven. Maar ik zeg alleen maar dat het daar niet om gaat. Jezus zegt ook helemaal niet tegen die emmersgangers, jullie hebben er niks van begrepen. Dat zegt hij niet. Dat heb ik wel eens gezegd. Ik dacht, die emmersgangers, die hebben er niks van begrepen. Dan moet eerst geïnformeerd worden, joh. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt tegen ze? O gij onverstandig en trage van hart, dat je niet alles begrepen hebt. Wat jullie begrepen hebben is goed. En dat de Messias komt om Israël te verlossen, dat is goed. Er is niks mis mee. Maar je hebt één ding niet gepakt. Eén ding. En we hebben vaak gezegd, ach ja, zoals bijvoorbeeld die vraag van de discipelen, hè? Voor de hemelvaart. Dan vragen ze, hun laatste vraag is, Heere, zult gij in deze tijd het koninkrijk of het koningschap voor Israël weer oprichten? Johannes Calvijn, die kunt het naast lezen in de commentaar, die zegt, dat is een vraag waar geen enkel goed woord in staat. Nou, vraag je me, ze hebben 40 dagen onderwijs gekregen van de beste leraar, de beste bijbelleraar. 40 dagen lang is de Heer Jezus verschenen aan hen. Heeft ze voorbereid, heeft ze getraind om apostel te worden. Om met de boodschap van het evangelie de wereld in te gaan. En als dan halverwege Andreas een beetje zat te slapen, of Petrus was niet bij de les, dan had de Heer Jezus dat heus al doorgehad. Dus na 40 dagen weten ze alles. Ze hebben nog maar één vraag, wanneer? Wanneer gaat u dan dat koninkrijk van Israël, waar u het 40 dagen over gehad heeft, wat het thema is van het evangelie, wanneer gaat u dat dan doen? En dan kom ik bij ons. Dan kom ik bij mezelf. Wat zou Jezus tegen mij zeggen? Bij wie hoor ik eigenlijk? Bij wie? Bij wie zou ik gaan staan? Zou ik bij de Emmausgangers gaan staan? En zou ik zeggen, ja, ik kende u niet goed genoeg. Zou ik bij Jezus gaan staan en zeggen, ja, en mijn schangers, dat hebben jullie niet door, hè? Of zou ik gewoon hier gaan staan? En stel je voor dat de Heer Jezus naar mij toe kwam, zou hij dan zeggen, o Henk, jij onverstandig en trage van hart, trage van zijn, dat jij niet alles gepreekt hebt, dat jij niet alles begrepen hebt, dat jij niet over alles gezongen hebt, waar de profeten over gesproken hebben. Want dat ik moest lijden voor jouw bevrijding. En dat ik jouw zonde heb weggenomen. Zodat je naar de hemel mag gaan. Daar zing je elke week over. Daar heb jij de bundels vol van. Maar over de rest hoor ik je zo weinig. Het lijkt wel, Henk, of je alleen dat interessant van mij vindt, waar het over jou gaat. Is dat zo, Henk? Vind jij dat het meest interessante van mij? Waar jij in het middelpunt staat. Hoe jij onverstandig en traag. Ik zal het je uitleggen. Ik zal beginnen bij Mozes. En de profeten. En de geschriften. En dan zal ik laten zien alles wat over mij gaat. Maar wat hebben de profeten dan over u gezegd? Wat is bijvoorbeeld de heerlijkheid waar u over sprak daarnet? U moest lijden om tot uw heerlijkheid in te gaan. Ja, wat dacht je dan? Wat mijn heerlijkheid is? Nou, dat u naar de hemel gaat. Natuurlijk, dat is uw heerlijkheid. Met andere woorden, jij gelooft dat ik moest lijden om naar de hemel te gaan? Had ik er toch net zo goed kunnen blijven? Nee, Henk, mijn heerlijkheid is iets anders. Weet je wat mijn heerlijkheid is? Dat is het moment
Dat is het moment dat de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader en in de heerlijkheid van zijn heilige engelen. En weet je wanneer dat gebeurt? Dat gebeurt, zegt de Heilige Schrift, kijk maar, Joël, kijk maar, Amos, kijk maar. Als God een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Dan zal hij alle volkeren verzamelen naar Jeruzalem, de volkeren die zijn land verdeeld hebben. En Jeruzalem zal voor de volkeren van de wereld worden als een beker sterke drank die ze niet kunnen laten staan. Als een steen die ze wel moeten heffen. Weet je dat niet, Henk? Van die conferentie van 70 volkeren. Een paar maanden geleden in Parijs, de stad van Lucifer. Hoe ze gekomen zijn om te zeggen hoe het moet met Israël. Weet je dan niet, Henk, dat in 1922 Churchill mijn land heeft doorgeknipt en 70% heeft weggegeven? Weet je dan niet, Henk, dat de Verenigde Naties in 1947, toen ze uitspraken dat Israël een eigen staat mocht hebben, ze mijn land verdeeld hebben? En weet je wat God gaat doen? Die gaat alle volkeren met dat sluimeren, met die sluimerende irritatie tegen het Joodse volk, gaat die samenbrengen voor de poorten van Jeruzalem. En dan zegt God in Ezechiël, en dan zal ik laten zien voor het oog van de wereld dat ik de heilige van Israël ben. En weet je hoe die dat zal laten zien? Weet je hoe die dat zal laten zien? Door mij te laten komen, door de hemel te openen. En dan zal ik afdalen voor de poorten van Jeruzalem, want ik kom niet in Oost-Indiëland, maar voor Jeruzalem. En dan zal ik de wereld laten zien wie God is. En wie Israël is en wie de koning van Israël is. En iedereen zal dat op die dag begrijpen. En het is al bezig. Dat is ook trouwens, dat weet u, hè, of dat zou u moeten weten. Dat is het eerste wat altijd over Christus en over de Messias gezegd wordt. En er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid, de geest van sterkte. En wat staat dan het eerste? Wat staat er dan als eerste? En hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en de goddeloze doden met de adem van zijn lippen. Niet in het wilde weg, maar voor de poorten van Jeruzalem. Wat zegt Openbaring als de Heer Jezus komt? Komt hij met een bos rozen? En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Om daarmee de goyim, om daarmee de volkeren te slaan. Staat er toch, Openbaring 19? Aan het hoofd van de engelenlegers, om daarmee de volkeren te slaan. Dat is het eerste. En de emmersgangen zeggen tegen mij dat je dat nou niet ziet. Heb je dat niet gelezen? Nooit. Heb je dat dan niet begrepen? En dan zeg ik, ja, ik heb geloof ik de Bijbel wat anders gelezen. Misschien heb ik de Bijbel wat anders gelezen. Misschien heb ik er wel een beetje te veel de hele tijd op mezelf betrokken. En heb ik die teksten van zijn plaats gehaald. Ik heb inderdaad wel heel vaak heel geestelijk over Jezus gedacht. En ook heel geestelijk over de verlossing. En ook heel geestelijk de Bijbel gelezen. Ja, dat is ook zo. Ik moet ineens denken aan Romeinen 8. Prachtig hoofdstuk. Daar staat in Romeinen 8 dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. U kent de tekst. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En vroeger dacht ik, ja tuurlijk, hier op aarde moet je lijden en is niet alles perfect. Er is droefheid en er is zonde en er is ziekte. Maar straks in de hemel... Onzin. Verkeerd gelezen, Henk. Want wat zegt Paulus? Want de schepping ziet met verlangen rijkhalsend uit naar de komst van de kinderen van God. Ze is als in barensnood. En dat zegt de schepping natuurlijk niet als die heerlijkheid alleen maar in de hemel is. Wat heeft de schepping daar nou aan? De schepping zit niet rijkhalsend te verlangen totdat het hier stopt. De schepping ziet rijkhalsend te verlangen, omdat ze weten als Jezus komt, dan gaat hij hier beginnen. Hier is de heerlijkheid. En er is nog meer. De Heer Jezus, of de Heere God zegt in Ezechiël 34 en Ezechiël 37. Ik ga zelf omzien naar mijn verstrooide schapen.
die verstrooid zijn over heel de wereld door zonde en door wanbestuur. En ik ga ze zelf inzamelen. Ik zal ze halen uit de vier windstreken van de aarde. En dan staat er in Ezechiël 37 en dat gaat door de diepte heen. Er zal een dal van dorre doodsbeenderen komen. Maar die dal, dat dal van de dorre doodsbeenderen waarbij staat onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Daarna in datzelfde hoofdstuk zul je zien wat ik ga doen. Dan open ik die graven en dan laat ik die geraamtes en die lichamen die breng ik terug naar Jeruzalem. En dan zegt God tegen Ezechiël, neem eens twee stukken hout. En doet Ezechiël en dan zegt God, schrijf op het ene Juda en op het andere Israël. Dat zijn de Jozefstammen, dat is Noord-Israël. En voeg die samen. En als de mensen dan zullen zeggen, Ezechiël, wat ben je nou weer aan het doen? Dan zeg je tegen ze, zo luidt het woord van de Heere. Ik zal mijn volk terugbrengen van het land van de opgang en uit het land van de ondergang van de zon. En het zal weer worden één herder. En één kudde, de 10 verloren stammen en de 2 stammen. En mijn knecht David zal ze weiden op de bergen van Israël. En dan gaat de Heer Jezus staan in de zuilengang van Salomo, Johannes 10. En dan zegt hij, ik ben die goede herder. Ik handel in de autoriteit van de Vader. De Vader heeft mij alles overgedragen. En ik ga mijn volk inzamelen. Ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En dan zal het worden één herder en één kudde. En dan vlak voor de hemelvaart, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, ik draag het nu aan jullie over. Wijd mijn schapen en hoed mijn lammeren. En daar zijn ze mee bezig. En we zien het gebeuren. We zien het steeds meer gebeuren dat ze thuiskomen. En dan aan het einde, Matthäus 24, de reden over de laatste dingen. En als de Zoon des Mensen zal komen op de wolken van de hemel, dan zal hij zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen in te zamelen van de vier windstreken van de aarde. Dan zullen ze thuis zijn. En dan zal God thuis zijn in Jeruzalem. Ja, vroeger dacht ik dat hij mij kwam ophalen. Nee, dat is een ander hoofdstuk. Hij komt de uitverkorenen inzamelen, waar ze ook zijn. Met een enkeltje engel naar Jeruzalem. Zo gaat het gebeuren, dat gaat de Messias doen. En daar is hij nu eigenlijk al mee bezig. Dat zien we, en hij gaat nog meer doen. Ik heb u gesteld tot een verbond voor het volk, om het land weer te herstellen. En om de oeroude puinhopen weer tot mijn erfdeel te maken. Jij, mijn zoon, moet Jeruzalem maken tot een lof op aarde. En het land weer herstellen. Nog steeds zijn er mensen die zeggen, ja, daar moet je niet zo over praten. Dat is Oude Testament. Daar zijn we voorbij. Dat is een leuke halte. Daar hebben we nog wat dia's over. Daar kun je af en toe nog eens naar omkijken. Maar we zijn nu verder. Nee, we zijn niet verder. Er is één tekst die ik telkens weer citeer tijdens mijn lezing. En dat is Handelingen 17. En dan brengt Paulus het evangelie van het koninkrijk aan de Thessalonicense. Daar zijn ze niet zo blij mee. Maar in Berea wel. En dan staat er dat de mensen in Berea, in de synagoge van Berea, ze nemen het woord van God, het getuigenis van Paulus nemen ze aan met bereidwilligheid. En er staat erbij, en ze gaan dagelijks de Bijbel na of het wel klopt wat hij zegt. Welke Bijbel? De NBG of zo? De NBV, nog erger? Nee. Ze gaan die bladeren in de Matthäus-evangelie, want dat is er nog niet. Ze gaan die bladeren in de 2e Timotheusbrief, want die moet nog geschreven worden. Waar ze in bladeren, daar in de synagoge, is Ezechiël, Jesaja, de Genesis, Exodus, Deuteronomium. Daar gaan ze kijken. En dat leggen ze naast de boodschap van Paulus. Dat betekent dat het evangelie voor 100% in overeenstemming is met wat de profeten gezegd hebben. Iemand zei pas, hebben we het Nieuwe Testament wel nodig dan? Nou, ik ben wel blij dat het er is, zeg. Anders was ik een beetje verdwaald. Maar ja, het staat in het Oude Testament allemaal. Dat is de Bijbel van Paulus, dat is de Bijbel van Jezus. En dat is wat wij moeten leren. Emma's gangers wisten dat. Maar dat is wat wij moeten leren. En waarom, ik ga afronden, waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, je zou kunnen zeggen, dat is voor Israël belangrijk. Er zijn allerlei mensen die gaan evangeliseren in Israël, weet je wel. En mij bellen ze, de laatste tijd bellen ze me niet meer. Maar soms heel overtuigd. Zet ze met vissen. Als je in Groningen gaat evangeliseren, dan vang je af en toe wel een vorentje. Onder de maat.
Maar als je een Jood zover bent, dat is kabeljauw. Maar hoe kun je, dan moet je dat goede aas eraan doen, hè? Moet je niet met een korstje brood op kabeljauw gaan zitten, hè? Als je getuige wil zijn van de Heer Jezus bij Israël, moet je natuurlijk niet dat vergeten wat de profeten over de Messias zeggen. Dan weet je van tevoren dat ze het niet snappen. Dus daar is het belangrijk voor. Het tweede waar het belangrijk voor is, is omdat de Heer Jezus, omdat Christus ons wil dat wij discipelen zijn. En discipelen zijn is natuurlijk dat de Heer Jezus in ons leeft. Dat we met Paulus zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat we dezelfde liefde en nederigheid en goede tierenheid van de Heer Jezus laten zien in ons leven. Dat het steeds groter en steeds sterker wordt. Dat hij ons leeft. Maar het is natuurlijk veel meer. Als het betekent dat de Messias ook de kinderen Israëls gaat terugbrengen. Als het betekent dat de Messias ook Jeruzalem gaat stellen tot een lof op aarde. Dan betekent discipelschap niet dat ik me daar met mijn rug naartoe sta. Maar dat ik me daarin laat meenemen. En wat een eer om in deze laatste dagen, nu God een keer gebracht heeft in het lot van Juda en Jeruzalem. Dat hij ons mensen, ons christenen uit de volkeren wil betrekken in het grote werk wat hij straks zelf zal voltooien. Moet je niet straks zeggen als de Heer Jezus er is, ja, wist ik veel. Ja, dat zeg je dan niet, maar dat je gewoon niks zeggen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dit. Dat we de Jezus gaan lofprijzen. En niet alleen met een stukkie, hoe belangrijk dat stukkie ook is. Ik zeg wel eens, ik spreek nu 8 jaar over, nou langer, maar over Israël. Maar het gaat steeds meer over Jezus. Ik wil steeds meer laten zien wie Jezus is. De rijkdom en de breedte, de grootte van zijn bediening. Het is toch belangrijk voor de Heer Jezus. Het zou toch wat wezen dat we voortdurend Jezus aan het lofprijzen zijn. En vanmorgen was dat ook heel sterk, hè. Maar dat je 75% van wat hij moet doen, dat je dat niet noemt. Dat zou toch ook wat wezen. Hè? Maar andersom, wat een geweldige kracht zal het geven. In de kerken, als je dat wel gaat doen. Als je zegt, als je zegt, ik ga de Heer Jezus prijzen omdat hij heel alle kinderen van Israël gaat terugbrengen. En ga hem prijzen omdat hij de macht van de Satan verbroken heeft. En ga hem prijzen omdat hij alle vijanden van Israël zal richten. En ga hem prijzen voor alles wat hij gaat doen. En ik zeg wel eens, misschien komt het dan een keertje voor dat je bij het koffiedrinken tegen Piet zegt. Ja, er zat weinig voor me bij vanmorgen. En dat Piet dan zegt, ja, maar daar was u ook niet voor gekomen, toch? Was toch niet voor jezelf gekomen? U was gekomen om de grote daden van God te bezingen. U was gekomen om God te prijzen. U was gekomen om het vuur te laten oplaaien hier in Loppersum en in de omgeving. Om God, om Christus te prijzen en te loven voor alles wat hij doet. En wat zegt Paulus? Hij is gekomen. Hij is de dienaar geworden van Israël. Om alle beloften van God aan de vaderen te bevestigen. Wat een kracht in de hemelse gewesten als we dat niet onder tafel schuiven. Maar als we dat allemaal noemen. Wat een kracht in de hemelse gewesten als we de Heer Jezus prijzen als de koning der koningen. God heeft alles in zijn handen gelegd. En hij gaat het allemaal doen. Straks. De Emmausgangers waren hem kwijt. En straks, ineens herkennen ze hem. En weet je wanneer? Als hij brood breekt. En waarom? Omdat hij dan zo doet. Hij pakt het brood en ineens zien ze wie die is. En straks, als we uitgenodigd zullen worden, als we zullen horen, de Zoon des Mensen is gekomen, dan zullen we op weg gaan naar Jeruzalem. Allemaal.
Misschien niet met het vliegtuig, maar wie weet wat we dan allemaal kunnen. En als we daar dan zullen staan op de berg Sion. En de Zoon des Mensen, de Zoon van God, Emmanuel, beklimt de troon van David. Dan zullen we hem herkennen. Aan zijn kleding, aan zijn heerlijkheid. Als de heiland van de wereld, als mijn zaligmaker. Maar ook als de koning van Israël. En dan zullen we misschien zeggen wat Johannes zei. Ik kende hem niet. Ik heb zo vaak over hem gesproken. Maar ik kende hem niet. Amen. Laten we bidden. Heer God in de hemel, we hebben geprobeerd met de hulp van uw geest, met de hulp van uw leiding, om groot te spreken over u. Om meer ruimte te maken, veel meer ruimte te maken in ons eigen leven, voor uw glorie, voor uw majesteit en voor uw eer. En we danken u, Vader, dat we uw kinderen zijn en dat we het eigendom geworden zijn van uw Zoon. En wat we altijd zien als uw boodschap klinkt, is dat u dan komt en dat u uw boodschap bevestigt met wonderen en tekenen. We danken u dat er in de schrift staat dat wij de gaven mogen proeven van de toekomende eeuw. Dat we met uw Zoon, Vader, als het ware al overgegaan zijn van de dood naar het leven. En ik wil u in alle nederigheid vragen om ook in deze dienst, in het midden van deze kinderen van u die vol verlangen naar uw woord en naar u gekomen zijn, om uw woord te bevestigen door wonderen en tekenen. In Jezus' naam. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.